Ja, groot nieuws. Oh, zo groot op de voorpagina's, hè? Ja, dat die Voice bij RTL, ja, gestopt. Gaat even voorlopig even niet meer door. Nee, want er blijken dus allerlei mensen daar achter die schermen. Die zitten allemaal met handjes op verkeerde plekken. Oh, god. Seksueel overschrijdend gedrag. Ja, 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 ja. En, beste vrienden, het eerste kopje rolt al. Ja, is er al af. Ja, Jeroen Rietbergen. Ja, bandleider. Ja, maar dat niet alleen. Hij is ook nog eens een keer in de relatie met de Linda. Met Linda de Mol. Hé, hey, mevrouw van de Kor. Wat denk je? Wat daar allemaal zich nu afspeelt, zeg. In Huizen de Mol. Jongen, 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 jongen. Want die bandleider, die heeft in één keer alles neergelegd. Ja, die heeft toegegeven al. Die heeft gezegd, ja, de handjes gingen op de verkeerde plekken. En toen was het allemaal weer op. Oh, god. Wat een ellende en wat een drama ook. Voor de Linda. Ja, en voor haar vind ik het gewoon echt zielig. Want dat is het ook gewoon. Zij heeft er gewoon geen moer mee te maken. En wordt betrokken bij dat wangedrag van die halve garen. Want ja, zij heeft al genoeg te stellen gehad. Met deze bandleider. Want die is in het verleden is hij al een paar keer woep, woep, woep uit de bocht gevlogen. En dat heeft ze hem allemaal vergeven. En eigenlijk zei ze, nog niet zo lang geleden, zat ze van, ik ga waarschijnlijk het ja-woord geven. En ik ga trouwen met hem. En dan gaan we gewoon gelukkig samen verder. Nou, dat kan helemaal de prullenbak in. Want nu staat Linda natuurlijk in Huizen de Mol thuis. Ja, mevrouw van de koffertjes, die staat dus nu met de koffertjes in de hand op onze bandleider te wachten. Ja, want die zegt natuurlijk van, ja, maar ga godsam weg. Ga maar weg, want die zit ineens met een mafketel in huis. Ja, en wat voor gesprek hebben we daar dan nog in Huizen de Mol? Want zij zegt natuurlijk, wat flik jij nou? Wat doe je nou? Je zet mij voor lul tegenover iedereen. En wat is dit voor vertoning? En dan zegt hij, ja, maar ik kwam niet aan me trekken bij jou. Ja, dat hoor ik de bandleider zomaar ineens zeggen. Tegen mevrouw van de koffertjes. En zei van, hoezo kom je niet aan je trekken? Ja, ja, ja. Ja, maar jij wil altijd bovenop. Ja, dat zegt hij dan tegen haar. En zo zit het dan. Wat een treurigheid. Hele carrière van de bandleider. Hup, die kan je zo, hup, in de sloot gooien. En Linda, ja, onze Linda. Ja, die is eigenlijk ook een beetje getekend voor het leven.